Bel, werkzaam op de salesafdeling van TUI Nederland in Rijswijk. En ik heb de eer om jullie enthousiast te maken over de bestemming Cuba. Ik ben zelf een enorme fan van het land. Ik ben onlangs voor de vierde keer op vakantie geweest. En ook in april met de studiereis mee geweest van Holland International. Waarbij we met 50 reisagenten een rondreis over het eiland hebben gemaakt. Ik denk dat iedereen die in Cuba is geweest kan beamen dat het een uniek eiland is. En niet te vergelijken met een ander eiland van het Caribisch gebied. Cuba staat natuurlijk bekend om de rum, de sigaren, de klassieke auto's en de salsa. Dat vind je inderdaad allemaal terug in het land. Maar Cuba heeft nog veel meer te bieden. Prachtige authentieke steden, een hele mooie groene natuur en niet te vergeten de witte zandstranden en de azuurblauwe zee. Dit alles maakt Cuba tot een van de meest veelzijdige bestemmingen van het Caribisch gebied. De Cubaanse bevolking staat bekend om hun vriendelijkheid, gastvrijheid en trots. Iedere Cubaan zal je met alle warmte thuis ontvangen voor een vers kopje koffie of een glaasje rum. Dat de Cubanen een grote passie voor muziek hebben, vind je overal op het eiland terug. Je ziet in heel veel steden mensen op straten dansen en muziek spelen. En ze betrekken ook de toeristen daar heel snel bij. Ze vinden het leuk als je meedanst en het maakt niet uit dat wij niet zulke losse heupen hebben, maar het gaat erom dat je plezier hebt. Cuba heeft een rijke geschiedenis waar nog veel van is terug te zien. Fidel Castro maakte Cuba tot een communistische staat, wat veel gevolgen heeft voor het land, zowel in positieve als negatieve zin. Zo is alles bijvoorbeeld in Cuba eigendom van de staat. Dus huizen, winkels, maar ook hotels. De salarissen liggen niet hoog van de Cubanen, maar ze worden wel in allerlei behoeften voorzien door de staat, zoals woon- en werkgelegenheid en ook onderwijs. Omdat Cuba een handelsverbod met Amerika heeft, is ook goed te merken dat Cuba totaal geen Amerikaanse invloeden heeft. En dat is toch wel een heel groot verschil met de andere Caribische landen. Je vindt er geen bekende winkels of fastfoodketens. De steden bestaan voornamelijk uit zeer oude koloniale gebouwen, die ook in de oude staat worden teruggebracht en gerestaureerd. Dit in combinatie met de klassieke auto's maakt dat je af en toe echt terug in de jaren 50 waant. Als je naar Cuba gaat, is een bezoek aan de stad Havana een absolute must. Havana is een geweldige stad met koloniaal gebouwen, pleintjes waar je uren kunt rondwandelen door alle smalle straatjes. De Calle Obispo is de drukke winkelstraat met restaurants en barretjes waar overal live muziek wordt gespeeld. Ik zou altijd aanraden om Havana te bezoeken met een georganiseerde excursie, zodat je niets van de belangrijkste bezienswaardigheden mist. Vanuit Varadero bieden we vele excursies naar Havana aan. Je kunt een 1- of 2-daagse excursie boeken. En vaak is dat in combinatie met een rum- of tabaksfabriek. Een persoonlijke favoriet van mij is een dagexcursie Havana, waarbij je eerst een rondwandeling in het oude centrum krijgt, daar ook luncht. Vervolgens naar het nieuwe gedeelte van Havana gaat en met de klassieke auto's naar het restaurant, waar je op een hele mooie locatie dineert met uitzicht over de stad. En tot slot ga je naar het concert van de Benavista Social Club in Hotel Nacional. Nou, dat is echt een totaalbelevenis van Havana in één dag. Maar als je wat meer tijd hebt, zou ik altijd aanraden om een nachtje te blijven, om zelf ook nog wat rond te kunnen lopen. Cuba leent zich met de mooie stranden en het goede klimaat natuurlijk uitstekend voor een strandvakantie. Maar het zou echt zonde zijn als je de hele week in je all-inclusive hotel in Varadero of Holguín zou blijven. Het is echt de moeite waard om Cuba zelf te beleven en de steden te gaan bezoeken. Ik had het net al even over Havana, maar ook Santiago de Cuba is absoluut een bezoek waard. Het is de tweede belangrijkste stad van Cuba en wordt ook wel de muzikale hoofdstad genoemd. Vanwege diverse muziekstijlen die hier hun oorsprong hebben, zoals de rumba en de salsa. Eigenlijk mag een bezoek aan Trinidad ook niet ontbreken. Een hele kleurrijke stad die ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Daarnaast staan Cienfuegos en Camagüey, de tweede grootste stad van Cuba, ook op de lijst van UNESCO vanwege hun historische centrum. In Santa Clara vind je het mausoleum van Che Guevara, het monument waar de resten van deze volksheld liggen begraven. Daarnaast zul je je verbazen over hoe groen het eiland is. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in natuurgebied Topos de Collantes, vlakbij Trinidad of de Vinales-vallei aan de westkant van Cuba. Hier kun je prachtige wandelingen maken door de bergen met watervallen en riviertjes.
Er zijn vanuit Varadero ook 1 of meerdaagse excursies te boeken naar Cienfuegos, Santa Clara, Topes de Collantes en Trinidad. Wil je je strandverblijf in Varadero onderbreken voor een citytrip, dan kan dat ook. Vanuit Varadero kun je een 3-daags arrangement Havana boeken. En vanuit Holguín kun je een 3-daags arrangement naar Santiago de Cuba boeken. De beste manier om veel van het land te kunnen zien is toch wel door middel van een rondreis. Wij bieden 4 rondreizen aan van 9 tot en met 19 dagen. Alle rondreizen zijn te boeken als groepsrondreis, als fly drive of als privé rondreis. Het is heel goed mogelijk om zelf in Cuba te rijden, al moet je wel rekening houden met de verslechterde wegen en ook onverlichte wegen. En de bewegwijzering is niet altijd even duidelijk. Maar de ervaren reiziger kan dit prima doen en het is ook een hele leuke manier om in contact te komen met de lokale bevolking. Nieuw dit jaar is dat je bij de privé rondreis ook een Engelstalige gids kunt bijboeken. Dit omdat de chauffeur niets of nauwelijks Engels spreekt. Ook nieuw dit jaar is het 5-daagse individuele arrangement Viva Cuba. Zeer geschikt voor mensen die een strandvakantie willen, maar ook West-Cuba willen zien. Voor de rondreis is het nog belangrijk om te weten dat alle rondreizen van ons International met gegarandeerd vertrek zijn en Nederlandstalige reisleiding hebben. We bieden met Arcfly de mogelijkheid om te vliegen op zowel Varadero als Holguín, wat natuurlijk heel erg gunstig is bij rondreizen. Je kunt bijvoorbeeld je rondreis starten in Holguín en vervolgens in Varadero eindigen met een strandverblijf. Varadero is iets toeristischer dan de kustplaatsen bij Holguín. Je hebt er iets meer vertier. Je moet niet verwachten dat je heel veel winkeltjes, restaurantjes en barretjes hebt, maar er zijn er wel een aantal te vinden. Het meeste vertier speelt zich toch wel af in de all-inclusive hotels, waar vaak live muziek wordt gespeeld en een entertainmentprogramma aanwezig is. De stranden zijn zowel in Holguín als Varadero prachtig wit. Het enige verschil is dat de stranden bij Varadero wat langer en breder zijn en bij Holguín zijn ze in baaien gelegen en vind je ook boompjes op het strand die voor de nodige schaduw zorgen. Kortom, Cuba biedt vele mogelijkheden voor een hele brede doelgroep. Cultuur, natuurliefhebbers, strandliefhebbers, gezinnen met kinderen, stellen, jong, oud, honeymooners, er is voor ieder wel wat wils. Met een gemiddelde temperatuur van 26 tot 30 graden het hele jaar door ben je eigenlijk altijd verzekerd van mooi weer. Tot slot nog 2 tips van mijn kant. Mocht je klanten naar Cuba boeken, adviseer ze dan heel goed over de geldzaken. Het is niet mogelijk om met een Nederlandse pinpas geld op te nemen in Cuba. Hiervoor heb je een creditcard nodig, waarbij je ook een pincode nodig hebt. Je kunt natuurlijk ook euro's contant meenemen en daar omwisselen. Mocht je voor klanten een rondreis hebben geboekt, geef dan de tip mee om pennen mee te nemen. Deze zijn schaars en kostbaar en er wordt vaak naar gevraagd door de Cubanen. Ik hoop dat ik jullie wat nuttige informatie heb kunnen geven over deze bijzondere bestemming. Deze nieuwe brochure ligt inmiddels allemaal bij jullie op het reisbureau als het goed is. En er staat bordenvol met informatie en ons uitgebreide aanbod. Mocht je zelf nog plannen hebben om naar Cuba te gaan, wacht dan niet te lang. Want je weet nooit wat er gaat veranderen als het Castro-regime verdwijnt. Ik wens jullie heel veel succes met de boekingen naar Cuba. Ah,